Hallo reviewvrienden, hoe is het daar? Hier is het, een beetje schoor. Hoor je dat? Een beetje schoor. Oh Jan, hoe kom je zo schoor, maat? Wat is er gebeurd met je? Nou, ik ben dit weekend dus naar een concert geweest van Tino Martino. Oh Jan, is dat jouw soort muziek dan? Nee, ik ken geen nummer van Tino Martino. Maar ik pas mij snel aan. Dus ik kwam daar, de man ging zingen. Ik denk, ik ken dit niet. Ik weet helemaal niet of dit nou helemaal mijn genre is. 3 minuten later stond ik mee te zingen. Alle liedjes die ik niet kende. Wat een feest. Klein biertje erbij. En nu schoor. Maar was wel leuk hoor. Godverju. Nou, gisteren zat ik weer aan het bier. Dus was ik naar een skybox. Was uitgenodigd door een vriend. En toen gingen we naar voetbal kijken. AZ, ik heb de wedstrijd niet gezien. De bar wel. En ook daar heb ik staan te zingen. Het is een vreemd weekend geweest. Maar vandaar dat je nu begrijpt waarom ik klink als Barry White. En voor alle jonge mensen die niet weten wie Barry White is. Dat is een meneer met een hele zware stem. Ja. Yeah. Mooi. Nou, dan hebben we de administratieve dingen gedaan. Dan kunnen we nu verder waar dit hele spektakel om draait, namelijk. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Nog meer doosjes. Wat is het? Cookies. Cookies. Kennen jullie Strien? Is de vraag die ik wil stellen. Kennen jullie Strien? Ik ken Strien niet. Ik ken wel S-Team. Dat is dat moeilijke meisje die het Songfestival 11 is geworden. Met dat hele moeilijke gedoetje. Maar ja, dit is Strien. Strien. Koekjes van Strien. Van Strien Banketbakkers. Pecan Caramel. Met een engeltje. En dit is van Strien. Dark Chocolate. Weer een engeltje. Lemon cookie. Great taste, staat erop. Dat is ook wel handig. En deze is ook van Strien. Karamelvlinder. Het ziet er mooi uit. We kunnen al een compliment uitdelen aan de verpakking. Het ziet er leuk uit. Hebben ze leuk gedaan. Maar ja, dat doet er niet echt toe. Hè. Het gaat ook om het cookie zelf. Hoe hij smaakt, of hij lekker is. Laat ik maar beginnen, want het zijn er veel. Ja, het zijn toch 4 pakjes. Oh, nou, dat is wel handig. Ze hebben dat dus in kleine... Deze is wel een enorm ding, zeg. Ik wou zeggen, ze hebben dan verschillende cookies in een folietje gedaan. Maar wat zijn die dingen groot, joh. Kijk. Dit zijn dan de vlinders. Kijk. Heel bakje vol. Ook een bakje met de lemon. Kijk, ook een bakje vol. Ja, dan denk ik dat dit ook zo'n enorm. Ja, dit is ook zo'n enorm cookie. Hier, misschien. Wat een enorm ding, joh. Moet je kijken. Niet te geloven. Enfin, laten we gaan proeven, want daarvoor maken we dit hele programma. Stel nou, joh. Begint een van de gekte bouwvakken hier naast de deur. Laat ons niet afleiden. Karamelvlinder. Ja. Prima. Ja. Wat is het? Een bladerdeeg en suiker. Ja, prima. Ik ga er niet zo heel lang over doen allemaal vandaag, hoor. Ik had een zwaar weekend, zoals je begrijpt. Ik had al niet 1,5 uur zitten te lullen over een karamelvlinder. Ja. Wat hebben we hier? De lemon. Nog wat. Wat was het? De lemon cookie. Nou, citroen cookie. Kijk, ziet het eruit. Hij ruikt verschrikkelijk naar citroen. Dus dat, dat maken ze waar. Mmm. Het is een zandkoekie. Kijk hoor, van zanddeeg. En het smaakt inderdaad
naar citroen. En dat is best lekker. Lieve cookie. Het wordt ook niet zo'n lange. Ja, dit zijn cookies. Dus ik neem een hapje. Je zegt lekker cookie of niet. Dus vies cookie kan ook. Ja, dan is het op een gegeven moment houdt het op. Ja, wat moet ik daar nou van? Nou, hier. Dark chocolate cookie van Strien. Heel groot. Heel dark. Heel veel chocolade erin. Met allemaal brokken chocolade. Ja, het is gewoon hartstikke lekker. Het zijn gewoon hele lekkere cookies. Ja. Nou, hier, wat is dit dan? Godzijdank, mijn knaagjes. De pecan caramel. Nou, kijk eens, zit pecanootjes in? Zeker. Caramel. Kijk, helemaal vol. Met pecan en caramel. Heerlijk cookie. Goed gelukt. Koop ook cookies van Strien. Want die zijn lekker. Daarmee kan je worden gezien. Geen inspiratie. Het spijt me. Tijd voor de cijfertjes. En de cijfertjes die worden fantastisch. Luister, ik eet niet heel veel cookies. Waarom? Waarom wel? Wanneer eet je nou een cookie? Je hebt bij kopje thee. Drink ik ook heel weinig kopje thee. 'S Morgens drink ik koffie om wakker te worden. En daarna hou ik hem op met die bende. Ja, daarna drink ik gewoon meestal water. En in het weekend veel te veel bier. Dus ik heb helemaal geen tijd om cookies te eten. Maar ik herken wel als een cookie lekker is. En dit zijn lekkere cookies. Je hebt ook al van die cookies. Dat met van die hippe pakjes. En dan maak ik het open en denk ik, ja, het is niks. Hier hebben ze hippe pakjes gemaakt. En de cookies zijn lekker. Prima cookies. Naar de cijfers, even kijken. Waar gingen wij heen? De karamelvlinder. Prima cookie. Ja, geen reet aan. Want het is wat het is. Maar ja, er is gewoon helemaal niks meer mee. Die krijgen gewoon een 7. Citroenkoekjes zijn leuk. Want de citroenkoekjes die ruiken enorm naar citroen. Dat komt namelijk ook omdat er citroen in zit. Vandaar ook de naam citroenkoekje. Ook hartstikke lekker. Ik heb ook een 7. Ja. Yeah. De enorme piek en karamelbonk is groot. Het is bijna een diner. Dat hele ding. Smaakt hartstikke goed. Krijgen een 8. En die vent die blijft maar horen. Oh, waar maakt die gozer joh? En ook de chocolade variant van die enorme cookie. Krijg ook een 8. Het zijn gewoon goede cookies. Ja, wat moet ik er nou meer van maken? Het is wel een beetje snel klaar, hè, zo. Ja, nou ja. Dag. Maar morgen wel weer een langere. Morgen. Nee, woensdag. Ja. Dag. Ik ben kapot, moe.